Wanneer kun jij je rustmoment nemen nu toch? Want je wordt ook veel gevraagd. Ja, in de rust. Had jij nou afgelopen week nog het gevoel van, goh ja, hoe gaan we hierop reageren na vorige week? Nee, dat had ik nu eigenlijk niet. Ik had dat eigenlijk meer bij Excelsior, omdat dat de eerste wedstrijd na NEC was. En ja, ik vind dat juist wij heel erg stabiel zijn dit seizoen. En het klopt dat we na de winterstop onze overwinningen iets moeilijker binnenhalen. En als voorbeeld haal je dan misschien ook Coheta aan, waar je met één doelpunt verschil wint. Als je die hele wedstrijd ziet, vond ik dat we daar ook best stabiel waren in die wedstrijd. Pas na die rode kaart werd het op een gegeven moment. Dus juist die stabiliteit die hebben we gehad. En dat vond ik dus tegen NEC duidelijk niet. Nou, dat heb ik ook gezegd. Dan is altijd de vraag, hoe ga je erop reageren? Nou, dat vond ik dat we dat goed gedaan hebben tegen Excelsior. Maar ik vond vandaag echt weer, ja, ik zou bijna zeggen ouderwets, zoals we ook de eerste seizoenhelft gespeeld hebben. Ja. Heel veel druk naar voren, snel de bal terug. Geweldige combinaties. Die vierde goal vond ik echt geweldig. Jullie zijn dit seizoen, nou ja, eigenlijk, ja, vorige week was het natuurlijk, zou je een uitglijder kunnen noemen. Maar voor de rest, is dat iets mentaals? Is dat iets wat in deze groep is ontstaan? Of ja, hoe komt dat? Het belangrijkste is goede voetballers. Ja, oké. Okay, want je kan nog zo goed zijn, maar als ik misschien uit deze zaal een elftal moet samenstellen, zullen we geen kampioen worden, denk ik. Nee, ik vind het ook. En ik denk dat jullie allemaal heel sterk in jullie hoofd zijn. Maar. En dan nog, dan komt er op het laatste zo'n jonge debutant. Die zag je op de beelden, dan zag hem een glimlach op de bank. Van god, ik mag erin. Wanneer bepaal je of je dat gaat doen? Vooraf al? Of? Nee, helemaal niet vooraf. Vooraf ben je alleen maar bezig met winnen. Dat is het enige wat telt. En op een gegeven moment, ja, met je trainers op de bank, bespreek je de mogelijkheden om in te vallen. We hadden natuurlijk met Jordan een gele kaart, met Olly een gele kaart. Je wil voorkomen dat daar een tweede bij komt. En op dat moment vond ik dat we dat ook op die manier konden wisselen. En toen hadden we nog één wissel over. En ja, dat werd Jesper. Dus ik liep naar de bank toe om hem dat te vertellen. Volgens mij schrok hij gigantisch. En ja, dan ga je ook niet meer helemaal tegen hem zeggen van, luister, je moet dit doen, je moet druk zetten, gewoon lekker genieten. En dat heeft hij gedaan, dat hebben we gedaan. Wat verwacht je dat er, als je kampioen wordt, wat er dan allemaal gebeurt? Als we kampioen worden, wat ik dan verwacht? Ja. Ik ben nooit kampioen geweest, dus ja, ik weet het niet. Ja, ik hoop dat het leuk is. En ja. Ja, dat wel. Ja, dat gaan we zeker doen. Maar we zijn nog geen kampioen, dus dat kunnen we nog niet zeggen. In de jeugd ben je wel een keer kampioen geweest? Ook niet. Nee, dus ik weet het niet. Oprecht, ik weet het echt niet. Nergens niet? Niet 7 jaar, 8 jaar? Of, Nooit. Nooit kampioen geweest. Echt nooit. Merk jij nu dat dat zwaar is in dit type spel om 90 minuten te voetballen? Niet per se. Ik denk dat ik het gewend aan ben geraakt. Ik weet gewoon, ja, dat ik gewoon elke minuut gewoon, ja, alles moet geven. En ja, in het begin van het seizoen had ik het moeilijker dan nu. Want ja, toen wist ik niet echt wanneer ik een beetje mijn soort van rustmoment moest nemen en wanneer niet. En nu heb ik het, ja, vind ik het een beetje, ben ik gewend aangeraakt. Wanneer kun jij je rustmoment nemen nu toch? Want je wordt ook veel gevraagd. Ja, in de rust.